Een turbulent seizoen zit erop voor Heracles Almelo. De hoogste tijd om de boel grondig op te ruimen en af te sluiten. Hoewel, het werk gaat gewoon door. Want het Polmanstadion wordt flink uitgebreid deze zomer. Naar 13.000 bezoekers. En dat geeft de club een apart gevoel. Ja, heel blij gevoel. Hier hebben we zo lang met elkaar op gewacht. En zo hard voor gewerkt. En ja, als je ziet hoe het wordt, dan word je wel enthousiast van, ja. Een mini-kuip, zo wordt het stadion ook wel omschreven. Gevoelsmatig wel gaan we eens in het stadion staan. En dan zie je die tweede ring heel kort erboven komt te hangen. En het geeft je echt een gevoel alsof je in een soort net van mini-kuip staat. Maar goed, eerst moet er nog flink aangepoot worden. Zeker nu de heren voetballers klaar zijn. Ja, dat is wel de bedoeling. We kunnen nu gas geven. We hebben, net wat je zegt, het seizoen is voorbij. Gelukkig geen na-competitie, dus helemaal perfect. En we gaan nu echt opschalen en we gaan nu even flink gas geven. Hoe snel gaat het nu dan? Nou, wat er nu de bedoeling is dat we de lichtmasten gelijk weghalen, gelijk het dak eraf, de stoelen eruit en bezig gaan met tribuneuitvulling. En het is een paar weken en dan is het weer augustus, dus dan moet het wel klaar zijn. Want dan moet de bal weer rollen. Dat gebeurde afgelopen seizoen ook, maar zeker in het begin niet al te best. Weinig punten, degradatie zorgen. En dan komt zo'n verbouwing toch even in een ander daglicht te staan. Het is enorm spannend geweest, ja. Kijk, als jij 7 wedstrijden in het begin van de competitie speelt en je haalt 0 punten. Ja, ik denk dat er weinig clubs überhaupt ergens op de wereld op die manier zoals wij het gedaan hebben dan nog uiteindelijk weten te redden. Eigenlijk 2 speelrondes voor het einde. Ergo, bij Heracles kon de blik weer vooruit. En het is gewoon mooi dat je als club verder kunt bouwen en aan de groei. Groei is altijd mooi om mee te maken. Ondertussen wordt er hard doorgewerkt, waarbij de veiligheid meer dan serieus genomen wordt. Nou, zeker, er wordt hier extra veel aandacht geschonken aan veiligheid. We hebben hier een veiligheidskundige lopen, die loopt hier meerdere keren per week. En we hebben heel wat montageplannen gemaakt die we ook allemaal goed laten keuren door de hoofdconstructeur. En mocht er dan toch nog wat misgaan, dan zijn er altijd nog de verstokte Heracles supporters die een oogje in het zeil houden. Ja, geweldig. Het is gewoon de beleving voor de club en ik snap dat heel goed. En voetbal is emotie, hebben ze mij altijd geleerd. En dat wij daar een onderdeel van zijn, dat snap ik heel goed. Nu nog een bouwput, maar straks een voetbalbolwerk waar met trots naar gekeken kan worden.